Het is weer tijd voor de Game Changer. Elke week spelen we een leuk quizje. 25 vragen binnen een bepaald thema. Een actueel thema meestal. 25? Ja, we gaan ze niet allemaal per se stellen. Niet per definitie in ieder geval. We gaan elke week een liedje instarten dat iets met het thema te maken heeft. Op het moment dat het liedje is afgelopen, is de quiz ook afgelopen. En dan gaan we kijken wie de meeste vragen goed heeft beantwoord. En jullie mogen om en om dobbelen. En de vragen zijn onder nummer, dus welk nummer je dobbelt, die vraag krijg je. En ik ben heel benieuwd of jullie het veel afweten van het thema van deze week. En dat is natuurlijk Moederdag. Oh god. En het liedje waar we het op gaan spelen is, we hebben hem al gehoord, Mama van Samantha Steenwijk. Oh. Instrumentale versie. Ik heb hem iets langer gemaakt omdat hij anders vrij kort was, maar we gaan hem in ieder geval afspelen. Als je de Zoom hoort is het voorbij. Daphne mag natuurlijk als gast zijn en beginnen. Dit is deze week de Game Changer. Him for the weekend game changer. Ja, dobbel maar. 7. Nummertje 7. Hoe noem je de moeder van je neefje? Tante. Ja, dat is 1 punt voor Daphne. 5. Ja, het hoeft niet moeilijk te zijn. Oh god, moet een grote draaiboek erbij pakken voor de punten. Even wachten hoor, hoppatee. 5. Hoeveel dagen zitten er dit jaar tussen Moederdag en Vaderdag? Je mag er 5 dagen naast zitten. 12. Nee, 41. Oh. Vaderdag is 20 juni. Ja. Ah. 6. Oh, je moet niet zelf gaan rekenen hoor. Want, gewoon check dan. Hoeveel zei je 6? Wat is traditioneel gezien de taak van vaders en kinderen op Moederdag? Nou, moeders verwennen en ontzien. Dus ontbijtjes op bed, cadeautjes geven, zingen, knuffelen, kusjes. Al die ellende. Dat is mooi op de maat van de muziek. Ontzien vind ik dan net een punt waard. Het gaat namelijk om het huishouden doen. Dat is de taak voor vaders en kinderen. Miguel. 12. Nummertje 12. Even kijken. Wiens van onze moeders heeft een voornaam die ook een Nederlands band is? Van jou. Nee. Van Daphne. Louise? Wies? Mijn moeder. Oh. Ja. Oh. En dat is natuurlijk ook een bandje. Ja, wist ik helemaal niet. 9. 9. Welke bekende moeder won ooit een Nobelprijs voor de vrede en overleed in 97? Hoe heet ze nou? Moeder Magdalena. Hoe heet ze nou? Moeder Teresa. Ja! Nou, je gaat goed, Daphne. 4. 4. Uit welk land is Moederdag afkomstig? Is dat de Verenigde Staten, Indonesië of Griekenland? Verenigde Staten. Nee, Griekenland. Godsamme. Ik heb al een moeilijke vraag altijd. 7 hadden we al gehad. Ja, maar daarom dobbelen ook, dat is eerlijk. 11. Nee, 7 kan nog een keer hoor. Oh, nou, 7 dan nog maar. 7, ja, ik heb meerdere vragen. Hè. Hoe noem je de moeder van de moeder van jouw moeder? De moeder van mijn moeder, mijn oma en haar moeder is mijn overgrootoma. En dan heb je de bedovergrootoma. De moeder van de moeder van jouw moeder. Moeder van de moeder van mijn moeder. Ja, dat is mijn overgrootoma. Dus, maar dat is uiteindelijk de moeder van mijn, de oma van mijn moeder. Wat we gaan toch eventjes naar vraag 11. Want ik heb deze voor mij niet helemaal goed. Lekker. Goed. Andere vraag voor jou. Sorry, Daphne. Waar wordt Moederdag gevierd? Is dat de Benelux, in Europa of wereldwijd? Wereldwijd. Ja, zeker waar. 2. 2. Valt Moederdag altijd op de tweede zondag van mei of een maand na Pasen? De tweede zondag van mei. Ja, puntje binnen. Nou. Daphne. 8. Nummertje 8. In de Georgische taal hebben ze ook het woord mama. Maar wat betekent het bij hen? Is dat ook mama, papa of oma? Ik wou zeggen papa. Ja, mama betekent papa. Ja. Nou, wat goed. 7. 7. Als een kind 18 jaar is en een moeder was 22 bij de geboorte, hoe oud is ze dan nu? Sorry, nog één keer. Als een kind 18 jaar is en een moeder was 22 bij de geboorte, hoe oud is ze dan nu? 40. Ja, tuurlijk. 7. 7. Van wie is het Nederlandstalige nummer Mama, waarvan het refrein begint met Mama, zeg me hoe ik leven moet? Stef Bos? Nee, dat is papa. Zeg me hoe ik leven moet. Die hoort hem, Samantha Steenwijk. Helaas. Oh, 9. 9. Welke spelling van mama is juist? Met in totaal 2 emmen, 3 emmen of zijn ze allebei juist? Ja, hier heb ik dus laatst volgens mij een keertje een discussie met iemand over gehad. Maar volgens mij zijn het er 2. Nee, ze zijn allebei juist. Oh, echt? Oh, dat Daphne. Geluk. Ah! Oh.
Dat was hem. Oh, nou, wat goed. Zullen we nog één shoot-out vragen? Want ze heeft toch al gewonnen. Dus ja, goeie. Ja, joh. Leuk. Nog eentje. Ja. Zeg maar. Nou, vier. Gewoon. Waar of niet waar? Tussen deze moederdag en die voor volgend jaar zit minder dan een jaar tijd. Dat klopt. En waarom? Omdat carnaval eerder valt. Dus Pasen valt eerder. Nee, dat is altijd de tweede zondag van mei. Oh ja. Oh, maar, ja. Maar het is wel waar wat je zegt. Want volgend jaar valt het op 8 mei en nu op 9 mei. Dus het is net iets minder dan een jaar. Jongens, tussen. Toch wat een geluk heb ik. Ja. Heb je toch nog een puntje erbij? Dan is het 6 tegen 2 voor Daphne. Nou, hey. Gefeliciteerd. De eerlijke winst is voor jou. Maar ik heb het wel echt bijzonder slecht gedaan, al zeg ik het zelf. Ik zeg niks. Nee. Je kunt je afvragen waarom. Ja, dat doe ik ook wel. Oké. Okay. I wonder why. Welkom bij de cursus Weekend voor Behimmers. Allereerst duimpje omhoog doen, daarna delen met je vrienden en natuurlijk volgende week weer kijken.